Kastien richting Van Soest. Van Soest, de eerste mogelijkheid in de wedstrijd is voor de jongeling aan de kant van HFC. Noordmans. Samen dus met Van den Broek en Kastien op het middenveld. Sterling aangespeeld door Morgan. Daar zit weer een been tussen van een speler van GVW. Nou, nu dan De Graaf in de omschakeling. De Graaf komt daar de 1-0 aan. Oh, de grootste kans tot dusver in de wedstrijd. Niet besteed aan De Graaf. HFC was vorig seizoen degradatiekandidaat. En maakt dit seizoen natuurlijk een uitstekend seizoen door. Ploeg die slechts één uitwedstrijd dit seizoen verloor. Dat was uit bij HHC. De Graaf. Komt hij in balbezit? De Graaf laat zich vallen. Nou. Wat gebeurt er precies? Dit is Lahmoudji. Die speelt de bal diep op De Graaf. Die is weg. En dan, ja. Hij. Is er wel of geen contact? Hij ging wel heel erg opzichtig naar de grond. Mulder geeft rood aan doelman Van Rossum. En dus zorgen voor Van Donkschot. Jammer voor hem, voor Van Soest, de jongeling, 19 jaar. De vervanger van Tameres wordt er dus afgehaald. Omdat Boks natuurlijk in de goal moet. En Van Rossum inmiddels onder de douche staat. De Graaf. Lahmoudji. Die heeft wat ruimte. Lahmoudji. Lahmoudji. Boks. Met een echt de goede redding. Met de voeten. Tess Gegert. Ja, in eerste instantie wilde de scheidsrechter fluiten, maar die geeft goed voordeel. Sterling. Sterling. Jansen in de korte hoek. Ja, dit is dat het momentje waar Van Donkschot en HFC op hoopt. De Jong draait goed weg bij Van den Broek. Lahmoudji. De Graaf, is dit de kans op de 1-0? De Graaf, De Graaf! Eindelijk weer eens wat werk voor de laatste linie van HFC. We zijn bij een vrije trap voor HFC. Ja, ik heb het gezegd. Je hoeft maar één moment te hebben. En hij heeft weinig momenten nodig om een goal te maken. Roy Kastien. Dit is een vrije trap van Van Zon. En Kastien. En Jansen, wat doe je daar, joh? Goeie vrije trap. En Kastien. Fantastische goal ook. Wat een scenario voor Van Donkschot. Dit is goed. Het schot van Ayag. Van Zon, Bronkhorst, Kastien, ja, Kastien weer. De weg is nog lang, maar 2-1. Van Zon staat vrij. Oh, nou, hier komt hij. Boom, nee, goede reactie trouwens van Jansen. Ja, dit kan er ook wel bij. Dat is ook 10-10 komen we te spelen. Te scheggen, de aanvoerder. En de teleurgang van GVVV. Het is afgelopen. En zo wint HFC met 1-0 door een goal van Kastien.